Ik ben benieuwd wat voor een wedstrijd we vandaag te zien krijgen. Pujol. Xavi. Daniel Alves. Fraaie paas over de breedte. Sergio Busquets. Xavi. Daniel Alves. Messi. Hij krijgt hem op de zon. Barcelona! Hij probeert het met zijn hoofd. Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Nou, hij valt er ruimte. Sjevren. Lopje kijken. Allemachtig doelpunt. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. En hier zien we de verhouding in balbezit tussen de teams. Daniel Alves. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. David Villa. Nu hebben ze de kans. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. En die hand. Daniel Alves. Iniesta. Deze speler heeft een geweldige dribbel en heeft veel beweging in huis om langs de man te gaan. Een hele beste voor. Diepe. Dit doelpunt heeft ze aan de leiding gebracht. Ja. Iniesta. Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Dit biedt kansen. Ja, en nu? Hij scoort. En daarmee lijkt de wedstrijd in hun voordeel beslist te zijn. Maar ze zijn de bal alweer kwijt. David Villa. Iniesta. Loopt gesmeerd. Die paas zorgt voor gevaar. Ja, en nu? Raak, hij zit. Mascherano. Keita. Adriano. Thiago. De paas lijkt goed te zijn. Die doelpunt voor Barcelona. Hij alleen. Nou, nu moet het gebeuren. We hebben nog maar een paar minuten te gaan en hij scoort. Dit zou zomaar de eindstand kunnen zijn. David Villa. Gaat. Wat een doelpunt. De gelijkmaker. Aartsrivaal Real Madrid. En dat hebben de supporters van Barça nooit in dank afgenomen. Nee, dat is logisch daar. Die rivaliteit is zo enorm groot daar. Xavi. Ja, goed. Barcelona scoort. Iniesta, dit wordt spannend. En die hand. Goed. Ja, zo hoort het. Pedro. Xavi. Iniesta. David Villa. Ja, en nu? Ja, en die hand.
Germania.